Hey iedereen, welkom. Het is hier Tom's Retro Corner, TRC underscore live. Vandaag met een TOB guide, wel een stukje van de TOB guide. Ik ga elk onderdeel van Theater of Blood uitleggen. Dus we beginnen bij de Maiden, dat is de allereerste boss. Het eerste waar dat je eigenlijk mee begint is met de... eigenlijk met alles te vriezen. Strakjes wanneer ik het zeg. Dus eigenlijk is het vrij simpel. Je preet mage en je piety op. En je spekt allemaal met een BGS. Of met een Dragon Warhammer. Als dat gedaan is, ga je blowpipen. Of in mijn geval, als je een twisted bow hebt. Ga je gewoon even twisted bowen. Altijd die blobs, die blotspawns dat je ziet, freezen en ook killen als je nieuw zit. Je kunt ze ook gewoon zo gefrozen laten, maar ik zou ze gewoon killen. Nu, er spawnen minions op 70%, op 50% en 30% hiervan die health bar. Zoals je ziet, het is 70%. Dan moet je alles gaan freezen. Meestal, hier stak je de clump buiten de eerste. Dus er komen hier normaal gezien 4 spinnen. De eerste freeze direct, dat is ongeveer hier. En de andere 3, die freeze hier op een clump en daar kan de tanker blood barrage op casten. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat deze marcheert. Voor de rest, je blijft gewoon DPS doen en zo. Ook altijd, als die deze aanval doet, altijd 2 tiles gewoon wegstappen. Dan is er geen probleem. Zie, voilà, terug deze spin spawnt. Nu, hij had de freeze niet, dat was jammer. Dus ook gewoon hoeveel spinnen dat er doorlopen. Dat betekent ook dat die een bar gaat healen. Die spinnen healen de bos dus eigenlijk. Dus daar moet op opletten. Voor hetzelfde geld hier terug de tanker gaat blood barrage op die pijl gewoon om te healen. Zodat hij kan blijven tanken. De rest freeze de blood spawns dat komen. En voilà, hier die aanval terug. Een paar tiles away stappen. En dan is er geen probleem. Want als je op die tile staat, dan blijft je constant damage doen. Dus nu zitten we terug op 30. Voilà. De eerste wordt gefrozen en nu komt de rest en hier ongeveer gaat die klumpen, je gaat zien. Die gaat even nog wachten, voilà, freeze 1, die wordt nu gefrozen. Voilà, en voor de rest gaat die terug healen en de rest kan gewoon DPS doen op Maiden. Zo simpel is Maiden eigenlijk gewoon. Oh, terug die aanval, terug een paar tijls opstappen. Voilà, dus eigenlijk Maiden is helemaal niet moeilijk. TOB in het algemeen is niet zo moeilijk. Maar daarom deze guides ook gewoon om jullie te laten zien dat iedereen TOB kan doen met degelijke stats. Dus voilà, dit was de Maiden boss al. Ik dank jullie allemaal om te kijken en tot de volgende. Yo!